Hallo sappengeleertjes van Justus Perkamentus, welkom bij een gloednieuwe video op Justus Perkamentus. Het is tijd voor iets nieuws, iets waar ik eigenlijk al een half jaar de gedachte heb om dit te maken. Maar het komt pas op dit moment, omdat dit mijn top 14 in dit geval van de games die ik dit jaar heb gekocht is. Hoe heet het? Ik heb 14 games gekocht dit jaar, heel 2018. En hoe heet het? Die heb ik gerankt van de 1 tot en met 14. En dan ga ik jullie vertellen waarom die onderaan staat, waarom die bovenaan staat, waarom dat mijn favoriete game van het jaar is, waarom iets minder, dat ik iets minder leuk vond. Dat ga ik jullie vertellen en dat is waar deze video eigenlijk om gaat draaien. Eigenlijk is het een soort special voor het einde van het jaar, dat 2019 weer kan beginnen. En misschien dat ik volgend jaar weer zo'n video maak met de games die ik in 2019 ga kopen. Misschien zijn het er ook wel 14, misschien zijn het wel meer, misschien zijn het wel minder. Er is nog geen enkele game die ik in mijn hoofd heb die ik in 2019 wil gaan halen. Nu komt er een nieuwe Pokémon game, die zal ik natuurlijk wel gaan halen. Maar ja, ik weet nog niks van die game. We zullen waarschijnlijk pas eind februari, begin maart iets van te horen krijgen. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar ja, daar kunnen we nu dus nog niks over zeggen. Dus laten we gewoon naar de 14 games gaan kijken die ik dit jaar gekocht heb. En we beginnen met de nummer 14. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ik heb deze onderaan gezet. Ook omdat het verschil tussen wat ik ervan heb verwacht en hoe het uiteindelijk was, was zo groot dat ik het gewoon niet, kan veroorloven om deze een plaatsje hoger te zetten. Ik heb, zoals je ziet, heb hem op drie dingen heb ik hem een cijfer gegeven. En allemaal bij elkaar opgeteld. Dus een totaal, dat zie je hier recht boven mij. En dan zo heb ik ze, gerankt van 14 naar 1. Het is wel zo, er zijn een paar games die hebben dezelfde score gehaald. Omdat, die hebben dezelfde cijfers of op een andere plek. Maar in ieder geval, hetzelfde totaal aantal cijfers. Alleen dan heb ik gewoon van degene die gelijk stonden gewoon gekeken. Welke game vond ik het leukst om te spelen en dan heb ik die gewoon naar boven gezet. Dus onderaan Crash Bandicoot. Ja, Crash Bandicoot. Ik had hem gekocht ook omdat ik er heel veel zin in had. Ik dacht van Crash Bandicoot zag er altijd vet uit. Ik heb hem, ik heb het echt geprobeerd hoor. Ik heb er echt heel veel aan besteed. Maar die controls zijn zo slecht. En kijk, als een game moeilijk is, hoeft niet per se erg te zijn. Want ik hou van moeilijke games, zolang je maar gevoel hebt dat alles wat je doet ook werkt. En dat is bij Crash Bandicoot helemaal niet. Die controls zijn zo slecht. Dus ik heb hem een 4 gegeven, want ik vond het dus niet leuk. Ik heb de playtime een 6 gekregen, omdat ik dus niet weet. Waarschijnlijk zal er heel veel gameplay in zitten, maar ik weet het niet, omdat ik nooit zo ver ben gekomen, omdat het gewoon niet werkt allemaal. Dus die heb ik gewoon een 6 gegeven, niet goed, niet slecht, dat vind ik dan redelijk. En of het waard was het geld? Nou nee, die 39,99 die ik ervoor betaald heb, was het zeker niet waard. Laat ik kijken naar nummer 13, die ook 13 punten heeft, dus evenveel, maar ik vond deze game leuker om te spelen. Maar het was Kirby Star Allies. Qua hoe leuk de game was, het was oké. Was het moeilijk? 0,0%. Iedereen, ik denk vanaf 4 jaar kan je deze game uitspelen. Volgens mij, als ik me het goed herinner, kan je niet eens doodgaan. Of heel moeilijk dat je doodgaat. De puzzels zijn echt super easy, echt niet een beetje easy, niet echt super easy. Ik heb bij playtime heb ik een 4 gegeven, omdat echt de game is super kort. Dat je echt denkt van, what the fuck, was dit het al? Na 3 uur ben je klaar met de game. Het is echt niet normaal hoe simpel en makkelijk deze game is. Het was ook zeker die 49,99 die ik ervoor heb betaald, was het zeker niet waard. Echt 0,0% waard. Op nummer 12 staat Mario Party de top 100. Mario Party de top 100 was best een leuke game. Zeker vooral wat voor mij altijd in top 10's eigenlijk altijd geldt, is dat nostalgie bij mij altijd heel veel waarde geeft, zeg maar. En zo deed Mario Party de top 100 ook. Je had dus de top 100 games uit de eerste 10 Mario Parties. En dat was oprecht best leuk om te doen. Maar dat was leuk voor een uurtje. En dan was het. De games, je hebt de games gedaan. Verder is er
zo goed als geen extra content. Het zijn die games. En je kan ze misschien in een toernooitje spelen. Of je kan ze allemaal apart spelen. Maar je kan er verder niet zo heel veel mee. Als ze nou echt een top 100 minigames hadden gedaan. Met, weet ik veel, de top 6 leukste banen van alle Mario Parties. Dan had het leuk geweest. Maar het was echt een te kleinschalige game. Zeker niet voor €39,99. Ja, was eigenlijk te veel geld. Daarom heeft dat de 5 gekregen, is een onvoldoende. En playtime natuurlijk ook, omdat je gewoon, je hebt het heel snel gezien. Dat is wel leuk om te spelen. Dus vandaar 16 punten staat hij op nummer 12. Op nummer 11 staat Captain Toad, A Treasure Tracker. Het is een leuke game. Zit ook soms een klein beetje moeilijkheidsgraad in. Dat vind ik dan wel weer leuk. Het werkt allemaal. Dat is voor mij belangrijk. Het mag moeilijk zijn, maar het werkt allemaal. Het was een leuke game. Het was niet hoogstaand, zeg maar. Het was niet dat je denkt, wow, wat vet. Dat niet, maar het was wel gewoon een oké game. Zat genoeg playtime in. Alleen mochten er iets meer levels van mij zijn. En ik heb het wel maar 5,5 gegeven voor wat het waard is. Want die 39,99, daar vind ik de game te simpel. Ja, niet dat de game op zich simpel is. Alleen wat ze ervoor moeten doen om het te maken is te simpel voor 39,99. Dus vandaag. Dan Football Manager 2018. Ik heb FM gekocht. Ik heb FM eigenlijk alleen gekocht omdat die super in de aanbieding is. Normaal kost die game, zoals je onderaan in het scherm kan zien, €54,99. Maar ik heb hem kunnen kopen voor €18,70. Dus ik dacht van, nou, ik heb FM altijd wel een leuke game gevonden. Het is alleen zo. Kijk, de playtime kan je natuurlijk zelf bepalen. Het is net als met FIFA. Je kan spelen wat je wil. Het zal altijd nieuw zijn, maar het wordt op een gegeven moment ook saai om te doen, zeg maar. Het is op een gegeven moment van, ja, je hebt het wel gezien. Ook een beetje niet helemaal echt, want hoe heet het? Kijk, ik ben dan met AZ. Ik snap dat ik met AZ niet van Ajax en PSV zou moeten kunnen winnen. Maar van alle andere teams zou ik in theorie allemaal moeten kunnen winnen. Maar er zitten hele rare uitslagen bij. Dus dat is iets wat ik meestal wat minder leuk vind. De game is op zich leuk, alleen voor een redelijk korte periode. Playtime heb ik toch wel een 6 gegeven, omdat je zo, ja, eigenlijk kan jezelf de playtime veroorzaken. En die €18,70 die ik ervoor betaalde, was het zeker waard. Want het is eigenlijk een volledige game voor een hele lage prijs. Dus ja, het heeft gewoon van mij eigenlijk alleen maar voldoendes gekregen. Dus 18 punten. Dan gaan we kijken naar de volgende game. Dat is Catan Universe. Leuk. De game is leuk. Catan is leuk, maar het is, de controls zijn niet 100%. Het is te doen. Het is leuk. Het is leuker om in het echt te spelen. Daarom heeft hij van mij maar een 5 gekregen voor het leuk gehalte, zeg maar. De playtime, ja, is voldoende. Je kan verschillende borden spelen. Je kan online genoeg spelen. Je kan het net als met die FM kan je gewoon blijven spelen wat je wil, zeg maar. Het is altijd anders. Was het het waard? Nou ja, de game is eigenlijk gratis. En dit moet ik eventjes uitleggen. De game is eigenlijk gratis. Alleen, het is wel zo'n game. Het gratis gedeelte is alleen het standaard gedeelte. En dat is niet altijd het leukste. Dus ik heb er uitbreidingen bij gekocht. Daar heb ik €19,48 voor betaald. Het was dan DLC. Dus vandaar dat die wel in deze lijst staat. Want die game heb ik dus wel gekocht. Ik heb die uitbreiding gekocht. Dus ik vind dat dat erbij hoort. Er zit nog één zo'n game in deze lijst. Maar Het was die €19 die ik ervoor heb betaald. Was het het zeker waard. Nummer 8 is Shovel Knight Treasure Trove. Shovel Knight is een vette game. Hij heeft van mij de 7 op leuk gekregen. Zeker als je nog nooit hebt gespeeld, is het gewoon even wat anders. Het werkt allemaal wel goed. Best een moeilijke game. Zitten echt wel dingen in die je echt moet blijven oefenen voordat je er langs komt. Het is ook best wel een rage game kan het zijn voor als je daar gevoelig voor bent, is er de kans dat je gaat rage erg aanwezig. De playtime is ook genoeg. Je hebt 4 verschillende karakters die je kan spelen. Dus je hebt best wel veel levels om te halen. Het is alleen, het is niet super lang. Het is alleen best wel pittig, waardoor je daar langer mee bezig bent. Maar het is niet super lang, dus 7 vind ik voldoende voor de playtime van de game. En of ik het die €22,99 die ik ervoor heb betaald waard vind? Ja, ik vind het waard. Gewoon voldoendetje. Is prima. Op nummer 7 staat Mario Tennis Aces. Dit is volgens mij de eerste game in de in de lijst die ik op release datum. Oh nee, dat is niet waar. Crash Bandicoot had ik ook op release datum.
Nee, had ik ook niet op release datum. Dit is de eerste die op release datum is gekocht. Gewoon voor de volledige prijs, 60 euro. Was het die 60 euro waard? Op zich. Hij heeft een oké voldoende gekregen. Hoe heet het? Playtime. De story mode is redelijk kort naar mijn mening. Maar je kan wel heel veel online gewoon spelen. En je kan ook met ranks gewoon beter worden. Dus dat is op zich wel leuk. Je kan dan genoeg doen. En het is echt wel een leuke game. Het is zeker een verbetering op de oudere Mario Tennis spellen, zeg maar. Dus voor mij een gunstige middenmode. Is gewoon prima voor Mario Tennis Aces. Oh, nu ga ik er eentje. Deze moet ik hebben. Op nummer 6 staat Pokémon Quest. Dat hadden jullie misschien niet verwacht. Want Pokémon Quest is ook een gratis game. Maar ik heb de DLC ervoor betaald. Dus die heb ik de dag, zeg maar, na dat die uitkwam. Dus 1 juni heb ik die DLC gekocht. En sindsdien heb ik eigenlijk Pokémon Quest eventjes gespeeld. Het is een hele leuke game. Heel anders dan alle andere Pokémon games. Ik vond het echt wel de moeite waard om te spelen. Het was best wel leuk. Hoe heet het? Het was maar 30 euro die uitbreiding. En daardoor is de game wel veel leuker om te spelen. Dus hij is gratis ook te doen. Alleen de pace is dan veel langzamer. En dan wordt het op een gegeven moment ook saai. Playtime is oké. Op een gegeven moment heb je alle levels gehad. Dan kan je nog wel andere dingen gaan doen. Maar het is niet zo heel erg interessant meer. Dus dat is niet per se een aanrader om daarna nog meer te spelen. Dus qua playtime heeft hij een iets lagere punt gekregen. Maar toch gewoon een totaal van 20 punten en een nette zesde plaats. Dan hier hebben we Mario Kart 8 Deluxe. Van Mario Kart 8 Deluxe is lastig. Mario Kart 8 Deluxe is namelijk echt een hele leuke game om te spelen. De playtime is ook voldoende, want als je alle cups, moet je iets van 4 keer 3 sterren halen. Dat is best wel pittig op een gegeven moment. 5 keer zelf. Je hebt 50 cc, 100 cc, 150 cc, Mirror cc en 200 cc. Dus dan heb je 5 keer moet je alle cups in 3 sterren halen en dan heb je het echt uitgespeeld. En dan kan je ook nog online, dus qua playtime is het gewoon decent. Of ik de game leuk vind? Ja. Dat zei ik net al, superleuke game. Enige, of het mij die volledige 60 euro waard was? Nee. Het is namelijk exact dezelfde game, inclusief de DLC's, die je op de Wii U hebt. En ik heb de Wii U, ik heb de game ook gehad, maar ik kon het gewoon niet weerstaan om deze game te kopen. Deze game was natuurlijk wel een jaar eerder al uit, in 2017. Maar ik heb hem in 2018 pas gekocht. Ik dacht van ja, ik heb gewoon zin in Mario Kart. Ik wil het niet op de Wii, moet ik de hele Wii weer aansluiten. Ik dacht van ik pak gewoon de Switch, die staat klaar. Ik heb een controllertje, laten we gewoon lekker Mario Kart gaan spelen. Dus ik heb deze game gekocht. Alleen, het is natuurlijk die 60 euro niet dubbel waard. Omdat ik hem ook al op de Wii hoor. Ik had liever een nieuwe Mario Kart gehad. Op nummer 4 staat Super Mario Party. Super Mario Party heeft zijn ups en zijn downs, maar het is overal best wel een hele leuke game. Het is gewoon leuk, nieuwe Mario Party. Ze zijn helemaal weer terug, zeg maar. Hoe heet Mario Party 9, Mario Party 10 was super slecht. Nu hebben ze Super Mario Party gemaakt. Weer een beetje terug naar de root. Wel anders, maar wel gewoon heel vet. Dus ik ben wel blij met de game. Verdienen ze zeker een 8 op. Playtime, beetje weinig. Zijn maar 4 borden, is erg weinig. Je hebt natuurlijk wel die dual game. Maar dat zijn gewoon exact dezelfde borden. Dat ziet er alleen iets anders uit. Dus kan je niet echt nieuwe borden noemen. En de story. Of ja, het is niet echt een story. Er is wel een één player mode. Maar die is heel kort. Dus gewoon alle minigames één keer doen en ben je klaar. Dus dat was qua playtime iets minder. Was het de volledige prijs waard? Jawel. Het was super leuk. Ik heb het er ook echt wel uit. Ik heb er genoeg al mee gespeeld. Met familie ook, met vrienden. Dus het was het wel waard. Gewoon een nette 6,5. En die staat daarom dus op een nummer 4. Op nummer 3 staat Ahead in Time. Een game die ik van tevoren nooit had bedacht om te gaan kopen. Zoals jullie zien heb ik die ook maanden na de release heb ik die ook gekocht. Maar het was echt een vette game. Ik had hem opeens op een stream had ik hem gezien. En ik dacht van, wat is dit voor game? Dit ziet er grappig uit. Dit is een beetje een soort Sunshine-achtige game. En Justin kende hem ook nog niet. Ik zei van, dit moet een keertje spelen. Ik denk dat je het best wel vet vindt. Uiteindelijk vond hij het echt heel vet. Echt een leuke game. Verdient echt zijn 8 punten bij leuk. Playtime is genoeg, de game duurt best wel lang. Het duurt best wel lang. Hoe heet het? Heeft genoeg levels om te doen. Dus het is niet dat het een korte game is. Was het geld waard? Ja, gewoon decent. Was gewoon die 28 euro wel waard. Dat is gewoon een voldoende. Dus vandaar de 22 punten voor Ahead in Time.
En staat op nummer 3. Laten we naar de nummer 2 gaan kijken. Op nummer 2 staat Super Smash Bros. Ultimate. Deze game is toch pas uit. Het is pas twee of drie weken uit. Het is echt wel een hele vette game. Super Smash Bros. Ultimate. Hij heeft van mij ook. Hij is iets hoger omdat hij beter is dan wat ik had verwacht. Ik dacht het is gewoon exact dezelfde game weer. Met een nieuw laagje eroverheen. Echt heel weinig nieuwe banen. En wel iets meer nieuwe characters. Maar de story mode is weer fantastisch. Die was er natuurlijk helemaal niet in Smash 4. Hoe heet het wel? Natuurlijk in Brawl. En in Brawl was hij al vet. Alleen ze hebben het echt wel vet gedaan hoor. Met Spirits mode. Complimenten daarvoor. Playtime is genoeg. Die story mode. Elke keer als je denkt het is af. Is het nog niet af. En dan nog een keer. Dus het is echt. Genoeg playtime. En dan heb ik nog niet eens over de versus matches met vrienden gehad. Zeg maar. Dat is ook gewoon. Gewoon genoeg speeltijd in deze game. Deze game was €65. Toen ik bij aan de kassa stond, dacht ik. Wat? €65? Toen dacht ik wel even. Oké, dit vind ik wel overdreven. Ze zijn natuurlijk al met Nintendo games waren altijd €45 of €50. Ze zijn al naar €60 gegaan, alle Switch games. En nu ook nog €65. Dat vond ik een beetje heftig. Maar het was wel een goede game. Dus daardoor 6,5 voldoende. Maar ik dacht wel van erg aan de dure kant. Laten we gaan kijken wat de nummer 1 is. De nummer 1 is Let's Go Eevee. Pokémon Let's Go Eevee. Ik moet dit eventjes uitleggen. Leuk, het was echt een leuke game. Ik heb me echt vermaakt met deze game. Playtime? Niet zoveel playtime. Je hebt het op een gegeven moment gezien. Je kan shiny hunten. Dat doe ik. Dat is waardoor het ook leuk maakt. Zeg maar. Die shiny hunten is echt een leuke methode. Of leuk om te doen in deze game. Als je dat niet doet. Als je geen shiny hunter bent. Zeg maar, dan is de game zo kort. Dan kan je echt gewoon binnen 2 middagen. Kan je daar gewoon uit zijn. Zeg maar. Dan ben je gewoon klaar met de game. Vandaar dat hij daar een 6,5 voor krijgt. Maar was het die €60 waard? Zeker. Dat was echt een hele leuke game. Ik had echt niet verwacht. Dat die game zo leuk zou zijn van tevoren. Ik had in het begin altijd van, het wordt slecht. Hoezo gaan ze nu weer kanten doen? Ben ik nog steeds wel een beetje mee eens. Maar hoezo gaan ze weer kanten doen? Het ziet er prachtig en gelikt uit. Leuk dat de Pokémon in de overworld zijn. De controls zouden iets beter kunnen. Maar het was wel gewoon heel leuk om te spelen. En ik heb me echt vermaakt met deze game. En daarom is dit de terechte winnaar van dit lijstje. Pokémon Let's Go Eevee is mijn game of the year, zeg maar. Zo zou je het kunnen noemen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Doe voorzichtig met vuurwerk. En dan zie ik jullie bij de volgende video en in 2019. Adios, amigo.